koolhydraten, ja, die in slangbrood zitten. In slangbrood zitten koolhydraten. Eigenlijk zitten alle brood koolhydraten. Die bestaan uit hele kleine pakketjes energie. Ja. Dat is letterlijk suikers. Dat is hetzelfde als deze suiker, glucose. En die zijn in lange ketens, hele lange ketens. Ik heb het nu een mooi klein stukje gegeven. Lange ketens zijn die aan elkaar. In het graan ligt dat ook als lagen op elkaar. Op het moment dat we gaan bakken en het brood maken, dan zie je dat die koolhydraten als een veer uit elkaar spiralen. Ik heb dat hier zo'n beetje aangegeven. Op de plekken waar ze elkaar raken, dan komt dan een kleefeiwit. Gluten heet dat. Dat kleeft het vast. En zodat als we het brood klaar hebben en het koelt af en we krijgen het thuis en we drukken erop, dan zie je dat het veert. Ja? Dus dat is... En dat zijn allemaal dus kleine stukjes energie. Ja. Ja? En je kunt je voorstellen dat op het moment dat we gaan eten, dan heb ik een schaartje meegebracht. Ja, dus dat ons in onze mond, in onze dunne darm, in de maag komen er enzymen bij. Die enzymen beschouw ik gewoon als schaartjes. Ja. Ja, en die knippen als het ware al die stukjes energie uit elkaar los. Nou, dus ze zien dat het heel makkelijk gaat. En één zo'n klein energiepakketje gaat heel makkelijk door je dunne darm. Ja, dus als wij het moderne brood eten, dan heeft dat als effect dat het binnen een half uur tot een uur is eigenlijk alle koolhydraten die in dat moderne brood zitten, die zitten in je bloed. Ze zijn in je bloed opgenomen. Het probleem daarmee is dat je eigenlijk te snel te veel energie krijgt. Het lichaam zegt, moet ik met al die energie? Ik heb het op dit moment even niet nodig. Dan zijn er twee mogelijkheden. Het lichaam voert het af. Dat betekent dat je organen heel hard moeten gaan werken. Dat is zonde, dat is nergens voor nodig. Of het slaat het op. En dat opslaan, dat gebeurt in je spieren, in je lever. En als die allemaal vol zitten met suiker, dan gaat dat vervolgens als vet op je lichaam. Zeker als je er heel ontvankelijk voor bent. Ik kan me voorstellen, even, dat als je het zo uitlegt, dat zeg maar gewoon brood voor diabetici best een probleem kan zijn. Want het is inderdaad heel snel, het zijn glucose dingetjes. Je kunt dat bijna niet goed sturen. Is dat ook zo? Ja, diabetici zijn ook altijd heel voorzichtig met welk brood ze nemen. Volkoren brood is al wat trager dan wit brood, dat weten ze. Maar toch, diabetici hebben inderdaad problemen met broodproducten, met bakproducten. Wat is er anders aan dit brood en het slangbrood? Ja. In essentie dezelfde energievorm, hè, suiker. Alleen zijn die heel anders gegroepeerd. Ja, ze zitten niet in lange ketens zoals daar, maar ze hebben hier van die relatief kleine, ronde moleculetjes, hè, van die kleine structuren. Ja. En die liggen tegen elkaar aan. Ja, net zoals in het graan. Ja. Als je nou gaat bakken, dan schuiven ze dus uit elkaar. Hè, dus dat zie je hier. Dus ze schuiven zo in de ruimte uit elkaar. Komt er veel water tussen. En dan op het moment dat je het uit de oven haalt, dan begint het af te koelen. Ja, en dan schuiven ze het dus eigenlijk weer zo helemaal in elkaar. Zo. Het is precies dezelfde kostuur. En dan vervolgens eten we het op en dan komen die schaartjes. Ja, dus zeg maar dat je systeem gooit gewoon 100 schaartjes als je gegeten hebt. Ja, die enzymen. Ja, die enzymen, die 100 schaartjes die komen binnen. En een groot aantal van die schaartjes zijn bezig met het knippen van deze structuren. Dat betekent dat er een groot aantal schaartjes zijn hier bezig, ja, om dit kapot te knippen. En er zijn veel minder schaartjes ook aanwezig om het tarwe aandeel te knippen. Dus dat gaat ook langzamer. En wat je dan ziet is dat je gewoon heel lang, in meerdere uren, heel veel energie krijgt uit zijn brood. Want mensen denken dat koolhydraten dat ze allemaal hetzelfde zijn. Ja. Nou, koolhydraten zijn net zo verschillend als mensen. Ja. De een die loopt een wereldrecord, de ander is niet vooruit te branden. Koolhydraten zijn heel belangrijk. Dus ook normaal brood is belangrijk dat mensen dat blijven eten. Je kunt veel beter brood eten. Er zitten allerlei stoffen in die belangrijk zijn. Granen zijn belangrijk voor mensen. Het grote voordeel van het slangbrood ten opzichte van het huidige brood is dat de energievoorziening heel erg traag is en langzaam. Waardoor het aansluit op precies de behoefte die het lichaam nodig heeft. En dat is heel belangrijk in slangbrood, dat mensen dat begrijpen. Het is geen dieet, het is een normaal brood, het is lekker. Ja, je voelt dat het brood wat zwaarder is en je ziet het ook.